Vandaag zijn we bij tuincentrum Stek en we gaan eens kijken hoe mensen die hier rondlopen kerst beleven. En we gaan natuurlijk ook even kijken naar wat er allemaal met kerstmis te koop is in zo'n tuincentrum. Gaat u mee met mij kijken? Heb je al een beetje in de kerstsfeer? Beetje, ja hoor. We gaan vandaag even bij jullie kijken hoe kerstmis eruit ziet. En je staat hier voor een bijzondere boom. Ja. Wat is dat nou voor een boom? Nou, sommige mensen kennen het misschien, Joris Kerstboom. Nou, daar hebben we eigenlijk een beetje het idee van geleend. Want wij willen heel graag mensen in de wijk in Overvecht in het licht zetten. Dus als je hier langskomt, hebben wij kaartjes en een pen klaar liggen voor u. En dan kun je een bericht achterlaten voor iemand die je dankbaar bent. Of die een hart onder de riem wil steken tijdens deze donkere dagen. En zeker tijdens de COVID die op dit moment weer toeneemt. Kerstmis, wat betekent dat nog voor u? Familiefeestje. Is het een familiefeest? Gaat u het met de hele familie vieren? Nou, gedeeltelijk, hè? Ja. Kerstmis, het is een gezellig familiefeest waar we allemaal samenkomen en gezellig met elkaar doorbrengen. Ja, ja. Hoe gaat u dat vieren? Wij gaan het met ons gezin vieren, als het mag tenminste. En met z'n zevenen zijn we dan en gaan we gezellig met elkaar eten. Ja, ja. En ze maken allemaal wat klaar. Waar komen de kerstbomen dit jaar vandaan? Van een gedeelte is van onszelf, van de kunstkerstboom eigenlijk. En we werken ook samen met onze partner duurzamekerstbomen.nl. En zij hebben hier eigenlijk dus kerstbomen die je kunt halen. En ze hebben voor iedere boom met kluit die je koopt, die kunnen ze weer terugplanten op het veldje voor nieuw leven. Koop je hem zonder kluit, dan zorgen zij dat ze twee bomen eigenlijk terugplanten. Ik ben een kerstboom aan het kopen en kijk toch ook nog even rond of ik nog iets leuks in de kerstboom kan vinden. Had je niks meer van verleden jaar? Zat. Genoeg. Ja hoor. Dus ik koop hooguit één dingetje. Maar koop je elk jaar een nieuwe kerstboom? Ja. Ja, ik heb het jaren niet gedaan. Maar nu heb ik kleine kinderen en dan vind ik het toch wel weer leuk. Wat vinden de kinderen ervan? Ja, die vinden het fantastisch en daarom doe ik het ook. Most wonderful time. Ja. Dat zie je heel veel bij mensen. Ja. Het is schijnbaar nu heel populair. Hè? Je ziet op de televisie ook treintjes en Lego. En weet... ja. Is dit spul hier ook populair? Ja, dit zien we ook. Dit is de iets meer traditionele kant van kerst die we ook nog meenemen dit jaar. En ook dit gaat erg hard. Zeker de leuke, daar zit bijvoorbeeld zo'n luchtballonnetje of een beetje de iets bijzondere items. Daar zijn mensen echt naar op zoek, dus dat is heel leuk. Ja. Ga je verder nog iets met kerstmis doen? Nee, we zijn lekker thuis eigenlijk en we gaan naar familie toe. En, ja. Is het zoals elk jaar? Ja, eigenlijk wel. Ja, iets minder bezoekjes. Iets minder bezoekjes, ja. Speelt corona nog een rol nu? Ja, zeker, ja. Ja. Wat dan? Nou, anders waren we meer op pad gegaan en langs meer familie, langs mijn oma. En dat gaat nu even niet. Nee. Wat vind je leuk aan kerstmis? De cadeautjes. Cadeautjes, leuk. En waar liggen de cadeautjes? Onder de kerstboom. Leuk. En wat hoop je deze week van de kerstman te krijgen? Een Pokémon zakje.